Hoi, vandaag laat ik jullie een recept zien om één pannenkoek te maken. Als je zin hebt in pannenkoeken wil je niet altijd gelijk 10 pannenkoeken maken met een pakje. Daarom heb ik een recept waarmee je één pannenkoek kunt maken. Je hebt hiervoor melk, bloem en een ei nodig. Doe 3 afgestreken eetlepels bloem in een kommetje. Doe daarna een ei erbij. Mix dit goed door tot er geen klontjes meer zijn. Daarna kun je de melk erbij doen. Hier heb je 2 eetlepels voor nodig. Om de pannenkoek iets meer smaak te geven, kun je er ook nog een snufje zout bij doen. Dan is je beslag af. Nadat je de pannenkoek gebakken hebt, kun je er nog stroop of poedersuiker op doen. Eet smakelijk!